Er is door Star News bekendheid gegeven aan het feit dat meneer Obed Kanapé grond heeft gekregen bij een project genaamd Sabakute Paramaribo Noord ter grootte van 800 vierkante meter, iets meer of iets minder. En er zijn heel wat vragen over. Meneer Obed, wat is hiervan waar? Ik wil alleen aangeven dat als mensen daarop onderzoek willen laten instellen, dat ze onderzoek kunnen laten instellen. Het is het ministerie van Grond en Bosbeheer die daarover gaat. Als ze de transparantie wensen, dan mag dat. En als het een project is nu van de regering en er is als zulks besloten om de gronden aan te wijzen, nou, dan is dat het. Wat belangrijk is voor de samenleving is om te weten dat ik, als het nu bij Gillis gaat om te gaan onderzoeken, is dit het enige stukje grond op mijn naam dat staat. En dat is het. Belangrijk is, ik denk niet dat de samenleving hoeft te twijfelen aan het proces. Het is niet dat de regering of dat leden die bijvoorbeeld nu vragen erover stellen, dat ze geen informatie erover hadden of hebben. Ik denk dat Als het zover is dat er gepubliceerd wordt, dan mogen alle namen gepubliceerd worden van iedereen. Sowieso, als ze bijvoorbeeld bepaalde mensen vragen van oké, kan je me helpen om het stuk wat aandacht te laten krijgen bij het ministerie? Dat doen we ook ten alle tijde, omdat je kan niet iedereen helpen, of althans, ik help ze niet eens. Ik vraag alleen aandacht van degenen die daarmee belast zijn om aandacht eraan te gaan besteden. Maar het is een enorme achterstand. Enorme achterstand welke ingelopen moet worden door grondinspectie. Maar grondinspectie bijvoorbeeld, daarom hebben we in de begrotingsbehandeling gepleit dat onze grondinspectie de juiste toerusting krijgt. Je kan niet als grondinspectie over het hele land met één voertuig zitten en je hebt achterstanden om in te lopen om gronden te gaan onderzoeken en je zit met een halve. Want nu is het weer kapot en ze moeten het weer gaan repareren. Dan heb je dat achterstanden opgebouwd en mensen maken dan stappen richting degene die ze zien van oké, deze is een invloedrijke persoon in die coalitie of bij de minister of wie dan ook, dan maken ze zich naar die mensen toe om te vragen van oké, kan je me helpen om een stuk wat aandacht te laten krijgen. En zo zie je dat nalatigheid, jarenlange nalatigheid, eigenlijk ertoe heeft geleid dat de situatie nu aan toe gaat. U benoemt zelf de grote achterstanden en de noden die er zijn en waarom de achterstanden er zijn en toch krijgt u van u vraagt 20 januari aan en u krijgt het binnen een wip in een zucht. Wat de samenleving moet begrijpen, belangrijkste dat de samenleving moet begrijpen, in dit geheel proces voor de aanvraag en tot aan de toewijzing en dat soort dingen. Er is niks anders eraan toegegaan dan wat er al jarenlang is gebeurd, dat mensen aanvragen en dat ze hun gronden toegewezen krijgen. Toevallig heeft het van deze minister misschien een wat eerdere aandacht gehad, maar elke andere leiding zou wat aandacht kunnen krijgen. Ja, maar dat is het probleem. U krijgt aandacht omdat u volksvertegenwoordiger bent, omdat u in het parlement zit. Terwijl u genoeg mensen kent die aangevraagd hebben 7 jaar geleden. Geen parlementariërs zijn en heel snel aan bijvoorbeeld de stukken komen. Belangrijk moet zijn. Zouden we dat systeem niet moeten veranderen? Zou het niet georganiseerd moeten gaan? De aandacht moet gelegd worden op de mensen die moeten werken in het veld. Bijvoorbeeld grondinspectie. Moet de grondaanvragen gaan onderzoeken. Ik heb niks gedaan, wat ik je heb aangegeven. U heeft niks strafbaars gedaan, dat is waar. Maar moreel-ethisch, dat is nu de issue en waarom mensen zo verontwaardigd zijn. Nou, ik denk niet dat mensen verontwaardigd zijn. Want waar mensen nu over praten, bijvoorbeeld de publicatie van Obed Kanapé en lid Sampi hebben stukjes grond gehad. Eigenlijk, dat is onderdeel van een grotere politieke battle of politieke setting en al soort dingen. Daar maken we ons niet heel druk over. Waarom? Heeft u daarmee aan dat het een set is van een andere partij? Niemand benoemen. Het is, we weten dat het een politieke set is. Nou, meneer Cedric van Samson en Ramke Zo stellen vragen daarover. En die hebben een brief geschreven naar de president. Dus ook al gaat u niemand benoemen, het is wel in de bekendheid. Mijn ding is, ik benoem geen namen van mensen. Als mensen naar transparantie vragen, dat mogen ze ten alle tijden en we ondersteunen dat. En ze krijgen ten alle tijden ook een antwoord op gezette tijd. Wat belangrijk is dat de samenleving moet weten op dit moment, we zijn jong als lid binnengekomen. Als leden
heb je heel veel aan mogelijkheden die je, als jonge politieke leider heb je heel veel aan mogelijkheden in de samenleving. Omdat je dichtbij de beslissing zit. En dichtbij de beslissing zitten betekent ook niet het gaan verrijken van jezelf. Maar tegelijkertijd zit je ook als persoon met je eigen zaken die je ook al lang eerder had laten indienen. Of dan laat je dat aanpakken. Zoals ik dat laat aanpakken. 20 januari is net. Zoals ik dat laat doen van andere burgers in de maatschappij. Ik heb me bijvoorbeeld als mensen bij me komen, laat ik de stukken in de map. Ik breng het naar het ministerie. Wat ik de samenleving vraag is om, ja, in dit geval van het stukje grond dat Kanap op naam van Obed Kanap staat, zoals als gepubliceerd is, dat het de Surinaamse politiek is en dat het niet anders is dan wat het al eerder is geweest. Dus u houdt het bestaande systeem in stand in plaats van de verandering te brengen. Schaamt u zich? Dat zou ik meer een mening hebben van jou. Dat zou ik dat is het zeker. Van jou zijn. Iedereen in elk geval, in elke situatie, krijgt een bepaalde voorkeur. Of op basis van de banden die je allemaal hebt in welke omgeving je zit. En het is ook niet anders dat dingen of any andere ding in de samenleving loopt op basis van de collectieve kringen die er bestaan of organisaties of wat dan ook. Iedereen op een bepaald moment krijgt een bepaalde voorkeur. Zoals bijvoorbeeld de mensen die ons benaderen voor basokaarten, voor grondaanvragen en al dat soort dingen. Die mensen krijgen, meestal komen ze in een voorkeurspositie omdat ze Obed Kanap kennen of omdat ze Obed Kanap hebben benaderd. Het is nooit anders. Ik vind dat heel jammer. De voorkeur hebt gehad om hier te zitten als Maisha Neus. U heeft mij hier uitgenodigd. In ieder geval als iemand in de samenleving mij wilt benaderen. Om als je stuk vast zit en je kan het niet krijgen. Benader Obed Kanapé. Want het is nou eenmaal zo. Terwijl we werken aan een duurzame aanpak van de problemen in de samenleving. Vergeet jezelf niet dat je als je een bepaalde band kan hebben met de Surinaamse politiek zie. Althans bij Obed Kanapé, want nu merk op dat Asane Wakatirins Maasrefe go naar de kantoren. Maar wanneer de mensen wel een politici zien, dan loopt het wel. Maak daarvan gebruik en benader Obed Kanapé om jouw stuk te laten.